Goed. Als ik nu kijk naar de klinieklowns en toen ik hier net op de afdeling als hoofd binnenkwam, had ik echt wel zoiets van klinieklowns, klinieklowns. Maar als ik nu zie hoe ze bezig zijn en hoe blij kinderen worden en hoe kinderen ook gelijk meegaan in het spel en dan echt eventjes een momentje niet hier zijn, maar gewoon in hun eigen leven, vind ik echt super mooi hoe ze dat doen. En ja, vind ik echt belangrijk dat ze hier op de afdeling komen. De bedtijdsessies zijn gewoon echt een goede aanvulling op de dagsessies. Op de kinderafdeling is het natuurlijk anders dan thuis. En in slaap komen is dan voor sommige kinderen echt wel even lastig. Ze hebben vaak een inspannende dag al achter de rug. En dat de klinieklowns dan op de afdeling komen en even een spel met ze spelen en ze eigenlijk afleiden van waarom ze hier opgenomen zijn, maakt wel dat ze ook makkelijk in slaap gaan komen. Ga maar lekker slapen. Het is al lang. Ga niet meer boertjes laten. Nee, geen boertjes meer laten. Nou, het is voor iedereen een win-win situatie. Voor ons als verpleegkundigen hier op de afdeling is het gewoon belangrijk, omdat we merken met een ontspannen kind, ja, kun je ook meer en is het prettiger werken. Ouders zijn blij omdat hun kind eventjes afgeleid wordt en zich ook even wat beter voelt hier op de afdeling. Dus het is echt voor iedereen top.